Vek, uitgeschakeld. In dit programma duik ik elke week in bijzondere en voor mij onbekende werelden. Oh jee. En deze week loop ik mee in de mysterieuze wereld van het elite-team van de politie. 24/7 staan zij paraat en ze trekken erop uit in snelle auto's. Je mag hier maar 80. Ze bestrijden heftige criminaliteit, maar dan wel onder de radar. Niemand weet dat ze dit werk doen. Deze anonieme helden zijn de mannen van het arrestatieteam. Hoor het gekrijs? Dat doet me helemaal niks. Ja, sorry. Ik ontmoet oud-AT'er Sander, die vertelt dat een privéleven er voor deze mannen niet in zit. Die telefoon gaat, die moet nu gaan. En ik weet niet hoe laat ik thuis ben. Een paar dagen ben ik dag en nacht mee met deze stoere kerels. Lijkt me wel leuk om... Is dat het? Nee. Kut. Niet vaak mag iemand zo dichtbij komen. Het voelt in ieder geval als een slechte B-film waarin we terecht zijn gekomen. Bij het arrestatieteam. Wat is je naam? Lauren. Ik word zo opgehaald door iemand die me meeneemt naar de training van een arrestatieteam. Geen idee waar dat is en ook niet wie me daar naartoe brengt. Het is sowieso nogal geheimzinnig allemaal. Ik voel me dan ook nog niet helemaal op mijn gemak. Hoi. Hoi. Hallo. Hoi, welkom. Lauren. Ben je klaar voor? Ja, ben ik. Daar gaan we. Oké. Maar ik mag je echte naam niet noemen dus. Frank. Jij heet wel echt Frank. Niet echt. Ja. Maar ik noem jou Frank. Hey, goedemiddag. Hoi, goedendag, AT. Ja, en je naam is? Frank. Dank je. Hé, hey Frank, waar gaan we heen? Dat ga je zo zien. Laat het gewoon over je heen komen. Ik ga je zo afzetten en dan word je daar verder opgevangen. Is dit kogelvrij glas? Deze auto, ja. Ja. Dankjewel. Hier is de training. Ik heb mijn jongens outfit al aan. Ik ben benieuwd. Zullen we grote mannen zijn, hè? Dit gewoon even erin. Ik kan me nou voorstellen als ik niks hoor. Schutters! Van het vuurbevel! Attentie! Vuur! Dit zijn ze dus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoor jij er ook bij? Wat zijn je aan het doen? Gewoon aan het trainen eigenlijk, wat we wekelijks doen. Want wat is dit voor een wapen? Dat is een HK-MP5. En dit is een wapen wat jullie gebruiken? Veel? Ja, dit is eigenlijk standaard, een van de twee standaard wapens die we hebben. Samen met het handvuurwapen wat we op de heup dragen. En beginnen jullie altijd zo vroeg? Oké, doen we nog één keer deze oefening? Het is nou al redelijk laat. Nou, voor mij niet hoor. Nee? Het is ineens 8 uur volgens mij. Politie! Dat tekent de mentaliteit van de mannen. Ze worden keihard getraind en hebben ijzeren discipline. Net als de helden die afgelopen week in Parijs met gevaar voor eigen leven op een crisissituatie afgaan, hebben de leden van het arrestatieteam een hele intensieve opleiding gehad. In Nederland worden ze ingezet wanneer het zo gevaarlijk wordt dat een specialistische aanpak nodig is. Het AT is een politieeenheid die in actie komt bij levensbedreigende situaties. Er kan een gijzeling zijn, maar ook een arrestatie van een zware crimineel of bijvoorbeeld iemand die zelfmoord wil plegen. Ik ben benieuwd wat ons de komende dagen te wachten staat. Dus ik mocht de komende 3 dagen met jullie mee. Jullie mogen niet herkenbaar in beeld, hè? Allemaal niet. Jullie zijn met z'n 9e. Als we niet zo meteen moeten gaan werken, als we worden opgeroepen zometeen, dan werk je met 9 man. Oké, en daar kan niet iemand bij of af? Jullie zijn een vaste groep. Daar kan wel iemand bij of af, afhankelijk van de zaak. Ja. Maar in principe werken we met 9 man. Ja, dus jullie kennen elkaar maar heel goed. Door en door, ja. Hoe groot is de kans dat jullie gebeld worden? 50% wel. Dus zo kan het maar wel, zo kan het niet.
Ja. Zo word je 5 keer per dag gebeld. En zo, Maar je kan je er dus eigenlijk niet op voorbereiden, mentaal. Ja, dat halve uurtje. Dat zijn we al. Ja. Daarvoor zijn we geselecteerd. Ja. Ja. Nou, ik zeg, het was perfect. Hou je vinger langs te trekken. En dan stoot je uit. Een mooi brilletje. Jongen, jongen. We hebben nu al het uitlachen al, hè? Nou, begin maar. Oké, dus je loopt naar voren. 2 schoten. Naar links. Na bewegen. Vinger omtrekken. Hoe deed ik het nou? Ja, goed. We hebben allemaal gemist, heel erg raar. Ik dacht toen ik hier binnenkwam, dacht ik, ze zijn best wel een beetje stilletjes, gereserveerd, bijna een beetje stug, hè? Maar het begint langzaamaan wel een beetje los te komen. Ze beginnen een beetje grapjes te maken en zo. Ik denk dat het wel goed gaat komen hier. Ja, dan komt hij weer met de stofzuiger. Hoeveel keer in de week trainen jullie dit? Dit soort dingen? We proberen 2 keer in de week. Maar stel je voor dat je echt een actie hebt en je gaat een huis in en daar is iemand, zoals hier op het bord, die nou ja, ook een geweer heeft, een pistool. Ja, ja. Wat komt er dan allemaal nog meer bij kijken? Nou ja, of er nog meer, of er slachtoffers aanwezig zijn, moeders de vrouw, dat soort dingen, moet je allemaal rekening mee houden. Kinderen. Maar bij jou persoonlijk, bedoel, is het adrenaline of angst? Het is, of, nee, het is puur, of adrenaline is het. Wat je juist scherp maakt voor dat, voor die, wat is het, dat is een seconde eigenlijk. Ja. 20, 30 seconden bij een huis binnen, en dan is het eigenlijk al daarna al rust. En angst? Nee, angst heb ik eigenlijk niet. Nee? Nee? Je hebt wel de adrenaline, maar de angst is er niet, omdat je gaat uit van je eigen vertrouwen. Zelf heb ik intussen ook wat vertrouwen gekregen, namelijk in mijn schietkunsten. En de mannen blijkbaar ook, want op het eind van de training mag ik zelfs nog even schieten met de zogeheten HKMP-5. Moet ik nu schieten? Ja, heel rustig opbouwen. Oké. Okay. Hey. Ja! Ja. Ja, ik zit in zijn hoofd, toch? Ja, perfect. Uitgeschakeld. In Amsterdam ontmoet ik iemand die gelukkig wel herkenbaar in beeld mag. Het is Sander en hij is net gestopt met het werk als AT'er. Lauren. Dag Lauren, ik ben Sander. Hi. Die kant? Ja, is goed. Oké. Hey, allereerst, waarom zat jij bij het arrestatieteam? Het arrestatieteam is eigenlijk, dat is voor mij de ultieme vorm van boevenvang. Ja, je kan een mooi verhaal houden van bijdrage aan de maatschappelijke veiligheid en weet ik het allemaal. Nee, het is gewoon, het geeft wel een kick. Zo simpel is het als jij die grote boef hebt gepakt. Wat is de actie die jou het meest is bijgebleven? Wat voor mij persoonlijk wel een impactvolle inzet is geweest, dat was in Castricum. We moesten, dat was 's ochtends vroeg en we gaan een woning binnen. En we wisten dat de verdachte boven zou slapen. Ik was op dat moment toevallig, als eerste moest ik de trap op. Nou, je moet je voorstellen dat het dan donker is. En ik kom op de eerste verdieping en ik zie dat onze verdachte uit zijn slaapkamer stapt. En die trekt zijn pistool op mij, dus zijn wapen. Nou, ik trek ook gelijk mijn pistool, alleen hij schiet weer die slaapkamer in. Dus ja, je krijgt een soort, als je het over adrenaline stoot, dan is dat wel even spannend. Op dat moment komt hij weer uit die slaapkamer. Ja. En heeft hij zijn baby op zijn arm. Nou, maar die baby is het schild geweest. Ja, zo kan je dat uitleggen. Ja. Dus met dat soort, excuus voor het woord, maar met dat soort hufters heb je soms te maken. En dan ben je blij dat je getraind bent om ook het geweld uit te stellen. Ik ben erg blij dat ik niet heb geschoten. En dat is mede te danken aan de training die je in je opleiding krijgt. Maar daar zit ook een stukje stressbestendigheid in. Wat een vak. Maar tussen alle adrenaline rusjes door zitten de mannen ook gewoon veel op kantoor. Kom verder. Nou, dit is inderdaad de zaak. Hier zijn we wanneer. Hoe noem je dit? De zaak? Ja, de zaak. We gaan naar de zaak. Ons bureau, zeg maar, onze accommodatie waar we zitten. Wanneer we niet aan het trainen zijn of wanneer we geen inzet hebben, dan komen we hier samen, zeg maar. Dat is onze briefingruimte. Nou, ik vind het echt ook een hele bijzondere ruimte. Niet? Ja, jezus. Het is helemaal niet gezellig. Computer. Ja, kijk nou. Dit is het. Triplex tafel.
Maar dat kan dus echt, hè, dat we nu een telefoontje krijgen. Ja, dat kan zomaar gebeuren, ja. Ja. Ik ben me daar nog niet helemaal van bewust. Nee, jij natuurlijk wel. Ik hoop dat het gaat gebeuren zo. Ja, want je verveelt je. Nou, ik verveel me niet, maar ik vind het wel leuk om... Is dat het? Nee. Nee, niks aan de hand. Wat is dit? Auto-alarm. Ik sta helemaal op scherp, mensen. Jammer. Oké, okay, moeten we hierheen? Veel, maar ja, we vinden het ook leuk om weer aan het werk te gaan. Maar dit ziet er wel impressief uit, want hier zit een kogel in. Ja, dat klopt. Dat ziet er behoorlijk impressief uit. Dit is het vizier dat wij voor onze helm dragen. Wat je eigenlijk zo draagt. Ja, ja. Dat draag jij ook? Ja, dat zit op onze helm. Zit dat. Maar wil dat serieus zeggen, als je dus die kogel daarop afvuurt, ook van deze afstand, dat hij er dus niet doorheen komt? Ja, kogel weer aan het vizier. Klopt, ja. En wie zijn dat? Dat zijn twee collega's, Arjan en René. Die zijn in 2003 overleden. En hun waren werkzaam bij het arrestatieteam Arnhem. Het was een ochtendinstap en de verdachte was al aangehouden. En eigenlijk op de rit van, naar het bureau toe, naar het cellencomplex waar de verdachte naartoe gebracht zou worden. Daar hebben ze een ongeluk gehad en zijn ze verongelukt. En de verdachte ook dus. Drie man zijn toen overleden bij dat ongeval. Ja. Dus eigenlijk door het verkeer. Ja. Ja. Ja, dat is wel ook een van de grotere gevaarspunten natuurlijk binnen ons werk. We rijden natuurlijk veel en grote afstanden en over het algemeen met hoge snelheid. Dus dat is natuurlijk een groot gevaar, zeg maar. Dat, waar je, ja. 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 En dan opeens komt er een oproep binnen. Het is het echte werk. Dit keer is het geen autoalarm. We moeten meteen gaan. Maar wacht even. Dus we gaan nu echt iets doen? Nu gaan we. Hoeveel tijd hebben we? Wat moet ik doen? Achter wie loop ik aan? Nou, jij gaat naar ons vaste punt, zeg maar. Je zou met mijn collega meerijden. Maar dat wil zeggen 5 minuten, 10 minuten? Een paar minuten. Ja, we kleden ons om en we gaan. Oké, ik heb hier ergens mijn jas liggen. Ik heb een kogelvrij vest nodig. Ja. Hangt dat hier ergens? Kan ik met deze schoenen? Ja, ja, dat kan. Er wordt geschoten vanuit een woning. Dus de politie wordt daar gevraagd. Wat er wordt geschoten vanuit een woning? Ja, dat gaan we nu zo te horen. Dus okay. Welke ga ik in? Deze ook. Ah! Fuck. Ik had even niet opgerekend dat die deur zo zwaar was. Mijn been zit ertussen. Het team heeft een oproep gekregen van een arrestatieteam uit een andere regio. Deze zaak blijkt zo ernstig dat ze assistentie nodig hebben. En waar is het ergens? In Hoensbroek. In Hoensbroek. Ja, dus ze zitten in het rijden, maar kennelijk hebben ze alles extra nodig. Dus vandaar dat we de kant op gaan. Ik vind het wel spannend. Ik denk vooral van wat als die gek op deze auto gaat schieten of zo, weet je? Nou, nee, dat denk ik niet. Maar ik heb wel zoiets van als er nou zomaar geschoten wordt, dan hoop ik wel niet dat er collega's bij betrokken zijn geweest of dergelijke. Oh, zo, ja. Want er is al politie ter plaatse. Ja, dat weet je niet. Het kwam in vlagen door en dan was de bedoeling dat we ze me gingen rijden. Hoe lang is het rijden? 180 kilometer. 180 kilometer? Ja, dat is wel een nadeel. Maar die mensen zijn toch al lang uitgeschoten als wij daar aankomen? Of is dat niet zo? Ja, daarom is dat we nu een beetje moeilijk inschatten wat de kaars precies is. Misschien is er iets anders die inmiddels wel gaande. 180 kilometer? Ja. Jezus. Automatische vuurwapens en lange vuurwapens uit de hersenhout. Dat is van AT Zuid, die zijn ook nog onderweg. Automatische vuurwapens hoorde ik, ja. Waaronder lange vuurwapens dat er zijn. Dat betekent dus AK-47 of dat soort... Gadverdamme, dat is heel heftig. Dat hoor je toch nooit? Dit is wel een serieuze casus. Dit hebben wij weer op onze allereerste keer. Dat is wel een mooie casus, jongens. We worden gelijk ontgroend, Frank. Dat is wel een goeie. Je mag hier maar 80. Krijgen we ook een verkeersbon, denk je? Misschien wel. Dit is echt gewoon te vet dat iedereen aan de kant gaat. Dit is gewoon mijn grootste droom als ik over de snelweg rijd. Wat is het? Ja, hij is met een Uzi aan het schieten. Nou, dit is toch gewoon beyond gewoon? Ja. Met een Uzi? Ja, laten we voor de auto's en voor degene die als eerste aankomen. Volgens de collega's ter plekke heeft hij ook eigenlijk niet al gebruikers de gas. En heeft hij dit dan met betrekking op de gaskraan opengezet. Dus hou daar rekening mee. Jezus, mina, hè? Echt een verstoken zo. We hebben nu een vent die is met een Uzi aan het schieten en heeft de gaskraan opengedraaid. En de mannen van het AT gaan er dus zonder aarzelen met gevaar voor eigen leven naartoe. Nou ja, daar staat dan vast veel tegenover.
Nou weet ik dat een gemiddelde politieagent ongeveer 2600 euro bruto per maand verdient. Je zou denken dat een AT'er flink wat meer krijgt. Wat verdien je eigenlijk veel? Nee, je verdient eigenlijk hetzelfde als een gewone politieman. Serieus? Ja, alleen je hebt wel toelages. Vanwege de risico's, de piket die je draait is afgekocht. Maar hoeveel extra krijg je vergeleken met een politieagent? Dat weet ik niet. Maar ongeveer is het een paar honderd euro, is het een paar duizend euro? Nee. Dat loopt in, ik denk, een paar honderd euro. In een maand? In een maand, ja. Maar goed, wel heel erg graag willen, want je krijgt een paar honderd euro extra in de maand. Nee. Daarvoor loop je gigantisch risico. Heb je eigenlijk onregelmatige werktijden. Ja. Moet je altijd je telefoon naast je kussen hebben liggen. En eigenlijk ook in de anonimiteit leven. Ja, dat klopt. Nou, ik kan hem nog sterker vertellen. Waar zit hij met name die druk? Want dat is niet zozeer het werk. Dat gaat erom als je met je partner naar een feestje gaat. Of je doet boodschappen. Je gaat altijd met twee auto's. Als je ergens naartoe gaat. Waarom? Omdat je bereikbaar bent en moet zijn. Dus je hebt je piket. Je bent oproepbaar. Dus je staat met een volle boodschappenkar in de supermarkt. En je doet gezellig samen boodschappen. Je telefoon gaat en je moet nu gaan. En het is dus niet zo van we spreken vanavond af. Nee, je moet nu gaan. Dus dan is het, schat, hier zijn de boodschappen. Ja, je geeft een kus. Je even af. En ik weet niet hoe laat ik thuis ben. Ja, maar. Ja, maar. En je bent weg. En dat kan zomaar de volgende ochtend zijn dat je weer terug bent. We zijn nog steeds op weg naar Hoensbroek, waar een verdachte met een Uzi uit zijn huis staat te schieten en de gaskraan heeft opengedraaid. Ik weet het niet hoor, maar ik had het op zich ook wel fijn gevonden als de eerste actie wat minder heftig geweest zou zijn. Op locatie horen we dat de verdachte mogelijk al is aangehouden, wat natuurlijk niet betekent dat het gevaar al geweken is. Het huis kan nog ontploffen en het is helemaal niet zeker of hij in zijn eentje is met zijn Uzi. Lekker dan. Ons team gaat op het huis af dat inmiddels in brand staat. En jullie gaan nu allemaal een andere kant op? Ja, normaal gesproken ga je gewoon verzamelen ergens en dan gaan we een instap doen. Hè? Maar nu is het zo verspreid met zichtlijnen en vuurlijnen. Zie je dat er allemaal mensen geëvacueerd worden? Een vrouw met een kinderwagen wordt uit haar huis gehaald. De hele buurt hangt aan het raam om te kijken, zie je dat? Hier die meneer. De situatie is dat we nu niet weten of in dit huis misschien A nog iemand zit... of B dat de boel gaat ontploffen. Nou, dat laatste is niet waarschijnlijk, omdat het brandt. Er is een brandweer, dus ontploffingsgevaar zal er niet zijn. Want dan zou het nu al in de lucht in zijn gegaan. Dat gebeurt. Het is wel zo dat wij het pand niet kunnen betreden, omdat de verdachte aangegeven dat hij booby traps heeft gemaakt. Ja, waardoor het alsnog kan ontploffen. Te gevaarlijk. En andere mensen in het huis, zou dat nog kunnen? Ja, dat is nog waarschijnlijk. Dus we gaan niet pas weg als het pand helemaal geschoten is, helemaal gecontroleerd. Dus we kunnen nog beschoten worden, theoretisch gezien. Laten we zeggen, de schutter die hebben we nu. Maar in theorie zou nog iemand anders kunnen zijn met dezelfde ideeën. Godverdamme. Kent iemand die man die in dit huis woont? Nee, ik ken niet waar ze in het huis woont. Niemand, hè? Nee, weet ik niet, geen idee. Kent u die meneer die daar woont? Bizar verhaal, hè? Na een uurtje krijgen we geruststellend nieuws. De kust is veilig en ons team mag zich terugtrekken. Hey. Even later horen we dat collega's in de woning de benodigdheden voor een ecstasy-lab hebben gevonden. Er lagen daar zoveel chemicaliën dat het huis de lucht in kon vliegen. Het bleek een tikkende tijdbom. Vanuit Limburg rijden we het hele eind weer terug. Maar nu met slechts 100 kilometer per uur. Rijden we keurig 100. Ja, dat is weer gedragen als de rest. Ja. Maar waarom eigenlijk? Want wij hebben toch helder acties verricht. Ja, zo is dat. Eigenlijk wel. Ja, we hopen dat we nog een klus weer gaan krijgen. Dan kunnen we weer gaan. Ja. Ik hoop het eerlijk gezegd niet. Stiekem wil ik gewoon lekker naar mijn hotelbed. Maar helaas. In Zeist zijn drie meiden op het dak opgeklommen van een inrichting. Een daarvan is suicidaal. Ze hebben stenen gegooid naar de plaatselijke politie. Dus die kunnen er niet bij komen. Dus ze verzoeken ons. You're kidding me. Let's go. Wat een leven hebben die mannen. Ik weet niet of het wel wat voor mij zou zijn. Ik vraag me trouwens af of er überhaupt vrouwelijke AT-leden zijn.
Nee. En dat betekent niet, niet dat ze... Niet eentje? Nee, niet eentje. Dat policy? Of, nee, absoluut niet. Het staat ook open voor vrouwen. De eis is voor mannen hetzelfde als voor vrouwen. En voor veel mannen is die al zwaar. Mm-hmm. Fysiek, mentaal. Daarnaast is het ook zo. Ik weet niet of alle vrouwen wel bij het AT willen. Weet je, vrouwen vinden het wel mooi misschien. Of interessant. Er is geen onderzoek naar gedaan. Maar of je nou echt bij een AT zou willen... Ja, maar jij denkt dat vrouwen minder snel bij het administratieteam willen, denk ik misschien ook. Maar dat, nou, ik denk dat er sowieso minder sollicitanten zullen zijn. Ja. Ik las wel dat er één vrouw bij het arrestatieteam is geweest in 1997 en die is overleden. Ja, klopt. Ja, dat is een heel tragisch incident geweest. Ja, we focussen nu op het vrouw zijn. Dat had helemaal niks met het vrouw zijn te maken, want dat was een hele goede collega. Alleen, helaas is zij tijdens een inzet neergeschoten. Dus dat maakt niet uit of het vrouw of man zijn. Dit is echt gewoon een tragisch samenloop geweest van het incident. Want wat is er gebeurd? Ja, ik ben daar zelf niet bij geweest. Ik weet natuurlijk ongeveer wel wat er is gebeurd. Maar zij is tijdens een instap... Is een inval in een huis? Ja, een inval in een huis is zij vanaf een trap... Ja, in de nek geschoten. En overleden daar. Ja. We kunnen gewoon het terrein oprijden. En daar kunnen we parkeren. Zijn we volgens collega's uit het zicht. Gewoon het terrein oprijden. In Zeist zijn we aangekomen bij een jeugdinrichting waar drie meiden op het dak zijn geklommen. Waarvan de jongste nog maar 12 jaar is. Eén van hen dreigt zelfmoord te plegen. En ze gooien met tegels naar de onderhandelaars. Er is behoorlijke paniek. Hoor het gekrijs. Het is om te huilen gewoon. Ik weet niet of ik nou moet huilen of dat ik moet lachen. Maar dit is gewoon, ik snap het gewoon niet meer. Het is gewoon verschrikkelijk. Maar je staat nog steeds op dat dak. Wil je toch eigenlijk zeggen dat je er niet vanaf wil springen? Of heb ik dat mis? Dat kan. Dus het lijkt nu alsof het inderdaad op de aandacht is. En zometeen dan draaien ze wel helemaal door. Springen ze er wel vanaf. Daarom gaan die jongens zo snel mogelijk een plan verzinnen. Maar wat kan je daaraan doen? Dus er staat iemand die van een dak wil. Ik probeer met de onderhandelaars in ieder geval te beletten dat ze naar beneden willen springen, contact te maken. En mocht dat niet lukken, dan proberen we in ieder geval in de verrassing die meiden te benaderen. Zodat ze niet doorhebben dat ze eigenlijk van achteren benaderd zijn. En dan op die manier zo snel mogelijk hun van de dakrand weg te krijgen. Weet je wat ik zo bizar vind? Dat die mannen, die zijn echt net als een chirurg met iemand die een hartaanval heeft. Of die zijn heel concreet gewoon dat plan nu aan het uitzetten. En het feit dat er nu drie vrouwen op het dak staan die dus naar beneden willen springen. Of in ieder geval één daarvan. Dat die hele situatie gewoon te schrijnend is voor woorden. Dat kunnen ze hier helemaal niet laten binnenkomen. Ja, dat doet me helemaal niks. Ja, sorry. Maar dat is misschien ook een beetje... Maar jij ziet het heel praktisch. Ja, daarvoor ben ik ook hier. Ik ben hier voor het praktische verhaal. En als ik overal mijn emotie erin zou leggen, dan krijg ik alleen maar last van. Dus ik heb totaal geen emotie in dit werk. Jij ziet het gewoon per stap. Ik moet van A naar Z. Ja, en dan gaan we de dingen doen. Missie geslaagd of missie mislukt. Sloepies! Het zijn vier meisjes! Vier meisjes! Wat is dit voor een plek, joh? Jongens, zorg dat de meiden daar eens neergezet worden. Het is hysterie al onder. Oh, jezus, wat geschreeuw. Klaar nou! Hey, op je knieën! Hey, op je knieën nou! Hand op je hoofd! Jezus, hè. Daar zitten ze, daar zitten ze, daar zitten ze. Oh, ze hebben er eentje. Er is één meisje nu. Nou, die is in ieder geval veilig beneden. Is die onder controle? Het geschreeuw is ook opgehouden. Even later worden ook de andere twee meiden van het dak gehaald. Bij elkaar heeft de actie nog geen 10 minuten geduurd. Goed, drie tienermeisjes die hysterisch gillend op een dak staan. Ik heb er geen verstand van. Misschien wilden ze wel naar beneden springen, maar misschien ook wel helemaal niet. En dat is een roep om aandacht geweest. Het voelt in ieder geval als een slechte B-film waarin we terecht zijn gekomen. We hebben eerst een man gehad die met een Uzi uit een raam hing.
En een explosief in zijn huis heeft geplaatst. En nu drie meisjes van 14 die gillend op het dak staan. Veel gekker moet het niet worden. Wacht op mij. Poging 2. Laat in de avond, bijna nacht. Stap poging 3. Nou, dat is goed zo, toch? Hé, hey, lekker slapen. Oh, dat is een mooi dagje zo. Ik zie je over een kwartiertje. Ja, tot zo. Tristen. Hoi, hoi. Helemaal. Vanaf het hotel rijden we de volgende dag weer naar de zaak. Het was een superkorte nacht. Ik vraag me af hoe de jongens zich voelen. Maar dat doet er niet toe, want duty calls. Het is weer tijd voor een training. En de heren hebben mij aangewezen als leidend voorwerp. Nou, we zitten hier in een oefenhuis. Een ijskoud oefenhuis. Samen met Johnny, noem ik je even. Ja, ik weet niet, wij zijn een soort Bonnie en Clyde, hè? Ik ben heel benieuwd. Volgens mij komt dat team zo meteen binnenvallen. En is het dan de bedoeling dat ik ervaar hoe het is om een boef te zijn en opgepakt te worden? Het is een beetje zoals bij de tandarts. Dus je hebt er geen zin in, maar het enige wat erop zit is in die stoel te gaan zitten en je over te geven. Oh, dan krijg ik ook nog dit op mijn blad op mijn kop. Great. Ja. Oké. Oh. Oh, waar ga ik nou weer heen? Wat is je naam? Lauren. Okay. We zijn van de politie. Je bent aangehouden, in verband met een overval. Ja. Je wordt zo overgebracht naar een bureau. En daar kun je verder vragen stellen. Oké. Okay. Oké, kan ze weg op. Man, die hand. Lopen. Achterwaarts. Ja, er komt een soort muur, een soort zee van mannen met geweren en pakken en handboeien en van alles nog wat op je af. Dus het enige wat je eigenlijk kan doen is je handen omhoog doen en heel braaf alles doen wat ze zeggen. Want je laat het wel uit je kop om iets anders te gaan doen. Want je bent gewoon bang dat je wordt neergeschoten. Moet je je voorstellen, als je 's morgens om 5 uur op bed ligt met je gezin en de deur gaat eruit en je zit in je diepe slaap voordat je echt beseft hebt wat er nu eigenlijk aan de hand is. Ja. Dan staan er al 2 mensen in je slaapkamer en dan kijk je in een lampje met een laser en dan is het eigenlijk, je kansen zijn niet zo heel groot meer dan. Ja. Dus ook al heb je een heel goed plan of een heel fijn idee dat je er vandoor wil gaan, eigenlijk merken we al in de praktijk dat er zoveel verrompeling is dat er eigenlijk weinig van terecht komt. Want ik dacht nog, misschien moet ik proberen een klein stukje weg te rennen in ieder geval. Maar ja, ik zou ook niet weten waarheen. Ja, maar in principe krijg je zoveel prikkels. Je zegt, ik hoor een knal, er komen mensen binnen, ik word aangesproken. Eigenlijk is dat iets te veel om te handelen voor een mensen. Zo, na al die actie ben ik wel even toe aan wat ontspanning. En de mannen ook. Weet je wat we gaan doen? We gaan voetballen. En dan ineens heeft niemand meer aandacht voor de bal. Geen idee wat er nu weer aan de hand is, maar één ding is duidelijk. We hebben haast. Je net even lekker gaat voetballen. Ben je safe by the bell, in mijn geval. Ik heb namelijk een oproep. Dus we moeten gaan. Ik ben even voor het nu is, dat we naar Rotterdam te gaan. Dat is goed. Er is een moeder die heeft de politie gebeld dat haar zoon een vuurwapen heeft.
En dat hij dreigde met mee naar buiten gaan en te gaan schieten. Jezus. Ja. Yes. Oké, dus we moeten snel zijn. Moet snel zijn. Heb je gedoucht? Nee, natuurlijk niet. Kom maar aan. Hé, maar weet je wat ik gek vind? Dat ik er al een beetje aan gewend ben. Bizar. Niet met de baat, hè? Ja. Na een dag. Ja. Dit zijn gewoon de mooiste jaren bij de politie. Ja? Ja, zonder meer. Oh, dat zie je echt zo? Ja. Maar leg ze uit dan waarom? Vanwege alles wat je kan doen, alle trainingen die je krijgt, de opleidingen die je kan volgen. En het gevaar wat je elke dag loopt. Ja, nou ja, dat is wel ook een van misschien wat je toch wel bewust opzoekt. Word je daar verslaafd aan, denk je? Dat is een goede vraag. Word je daar verslaafd aan? Ik merk wel bij mezelf, ik doe het nu 14 jaar en ik ben nog steeds zo gemotiveerd als de eerste dag. Dus, ongelooflijk. Ja. We komen aan in Rotterdam, waar de situatie eerst heel precies in kaart wordt gebracht. De zwemruimte is namelijk hier. We gaan hier net voor, zullen we halt houden, uitstappen en dan zullen we aanlopen. Dit is onze deur. We zijn nu aan het bespreken hoe ze zo meteen het huis inkomen. Via welke ingangen, wat veilig is, wie wat gaat doen. Als ik het goed begrepen heb, is er een sleutel voor de eerste deur. Ja, we weten niet of dat die past, maar dat gaan we kijken. Ja, en dan heb je dus eigenlijk de tweede deur trappen ze in. Ja. Dan overmeesteren ze hem. Ja. En het gaat eigenlijk hetzelfde als we bij de oefening hebben gezien. Dus ja. Waarschijnlijk is het in 30 seconden gepiept. Net zo snel, ja, zeker wel. Als het goed is. Ja, klopt. Dit valt toch op? Oh nee, we zitten nog ver genoeg uit beeld. Is hij aangehouden? Is aangehouden, ja. Dit duurde dus echt precies 5,5 seconden. Ik heb niet eens tijd om in en uit te ademen. Hij is aangehouden. Vracht is aangehouden. De sleutel past niet, hè? Nee, ze hebben toch moeten bonken, hè? Ja, klopt. En niks gebeurd. Weer veilig. Perfect. 100 punten. Snel. Ja, maar het ging supersnel, joh. Perfect. Waar zat hij nou? Zat hij in zijn kamer of zat hij op een stoel? Of zag het eruit? Hij is in zijn kamer, ja. Op een stoel. Achter zijn laptop, volgens mij. Achter zijn laptop. Ja. Dus dat was gewoon binnenkomen, hup, bam, klaar. Ja, pakken en klaar, ja. Ja hoor, en precies een minuut verder zit de verdachte in de auto en rijdt de auto weg. Hoe snel? Maar krijg je hier nou een kick van? Ja. Dat wel. Tuurlijk. Ja. Het voelt lekker. Voelt lekker. En wat voelt er dan lekker? Waarom? Nou, dat we weer een boef van straat hebben gehaald. Dat is het. Ja. Goed hoor. Alles is gegaan volgens plan. Ja. Dat is altijd mooi. We rijden naar een politiebureau in de buurt om de administratie van de inzet af te werken. En natuurlijk ook om te eten. Opgelucht en tevreden worden de pizza's snel naar binnen gewerkt. Glamorous, hè, dit bestaan. Net televisie. Ook elke avond fastfood. De volgende dag is het tijd om afscheid te nemen van de mannen. Stiekem wel met een beetje pijn in mijn hart. Hé, hey, maar het is vrijdagmiddag. Gaat er nog iets gebeuren? Of wat denken jullie? Ja, ik denk wel. Boys, spoed naar Groningen. Ja. Yes. Doei. Doei. Doei! Dag allemaal, ik vond het leuk met jullie. Gaan ze naar de kroeg? Waar gaan ze nou heen? Het zijn gewoon hele leuke mannen, hè? Dan denk je van het zijn een soort testosteronbonken. Het zijn een soort robots. Agressief komen ze binnenvallen in een huis. Maar als ze beter dit kennen, is het natuurlijk gewoon een soort gezellig voetbalteam. Ik ga slapen. Dag. Ja, ik heb echt respect gekregen voor deze mannen. Die met gevaar voor eigen leven vaak meerdere keren per dag uitrukken om de wereld wat veiliger te maken. Of, zoals ze zelf zeggen,
boeven te vangen. Anyway, het waren 3 fantastische dagen. Thuis bij AfroTros.